In deze video lees ik enkele boeiende stukken uit de Surinaamse media voor. Het eerste artikel is afkomstig uit Knie Nieuws SR van 29 september 2024, geschreven door Preveen Hanuman en gaat over Ronnie Brunswijk's belofte om gratis geneeskundige zorg en iedereen te bieden na de verkiezingen van 2025. Daarnaast bespreek ik ook een artikel uit de Waardetijd over Diulio Bazari's overstap naar de ABOP, waarbij hij zijn loyaliteit aan de NDP benadrukt. Verder lees ik een stuk van Sharda Ganga over de dalende inflatie en stijgende wisselkoersen... ...gevolgd door een analyse van RB in de West over de vage beloftes aan vakbonden. Elk van deze stukken geeft inzicht in de huidige politieke en economische ontwikkelingen in Suriname. Blijf op de hoogte van de nieuwste updates uit de Surinaamse media... ...door je te abonneren en meldingen in te schakelen. Het eerste stuk staat in dagblad Key News SR van 29 september 2024 en heeft als kop... Ronnie Brunswijk belooft vrije geneeskundige behandeling voor iedereen. Dit stuk wordt toegeschreven aan, Preveen Hanuman. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, tevens de huidige vicepresident, heeft zaterdagavond tijdens een massameting van de partij afgehaald dat als zijn partij als winnaar uit de bus komt na de verkiezingen van 2025, hij voor gratis geneeskundige behandeling zal zorgen voor iedereen. Broenswijk haalde aan dat hij vaker zieke mensen voor zijn deur krijgt, die om steun vragen voor medische ingrepen. Zijn hart bloedt, omdat dit niet kan. Hij beloofde toen dat als de verkiezingswinst wordt behaald, iedereen gratis geneeskundige behandeling in dit land zal krijgen. Hij legde ook de nadruk op onderwijs, waarbij geld een belangrijke rol speelt als jongeren afhaken van school. We gaan de studenten ondersteunen en wij zullen het geld betalen. De voorzitter voegde er ook aan toe dat alle kinderen verplicht zullen worden om tot 18 jaar naar school te gaan. We hebben kader nodig om dit land tot ontwikkeling te brengen. Brunswijk vroeg om ondersteuning en om 100.000 plus stemmen aan het opgekomen publiek. Met de ondersteuning van God en jullie zullen we het halen. Hij is ervan overtuigd dat de verwijzende kiesregeling de partij niet zal kunnen afhouden van een zegen in 2025. De voorzitter legt de lat heel hoog voor de komende verkiezingen en mikt op verkiezingswinst. Hij riep de achterban van de partij op om een eenheid te vormen en zich niet te laten misleiden door valse informatie. We moeten een vuist vormen. We zijn op de goede weg en de partij zal de komende tijd steeds groter worden. De voorzitter deelde ook een sneer uit aan de concurrenten en zei dat de ABOP de Lef heeft om een massameeting in het André Kampveen stadion te organiseren. Laten de anderen nu komen. Volgens hem zal de NPS niet in staat zijn om de helft van het aantal opgekomen publiek op te kunnen brengen bij een massameeting. Vervolgens zei hij dat het zelfs in Ooster, het partijcentrum van de NDP, niet zo druk is bij een massameeting. Het tweede stuk staat in Dagblad, de waardetijd van 29 september 2024 en heeft als kop Jojo Bazzari bij overstap naar ABOP. Mijn hart is nog steeds bij de NDP. Dit stuk wordt toegeschreven aan Valérie Fris. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Jojo Bazzari zegt dat hij het gevoel heeft dat hij verfaald heeft als onderhandelaar van de KTP in Nieuwe Stijl. Pdo en nieuw Suriname met de NDP. Zou je het goed vinden als je vrienden naar een andere partij gaan? Dat betekent dat ik heb gefaald als onderhandelaar. Als opkomende leider heb ik gezegd dat we dan stappen moeten nemen, want van onderhandelen is niet veel terechtgekomen. De reden voor de overstap moet gezocht worden in het beleid van de NDP dat anders is geworden. Brunswijk antwoordt ontkennend op de vraag of hij niet vreest dat hem hetzelfde zal overkomen als met de NDP. Dat de partijen trouw beloven en zich er uiteindelijk niet aanhouden. We waren gewend met meneer Bouterse, met het nieuwe bestuur is het anders geworden. Maar nogmaals, ik ben niet hier gekomen om de NDP te kleineren. Mijn hart is nog steeds bij die partij en mijn voorzitter is nog steeds Boutersen, dan weet u waar ik sta. Op de vraag of u nog lid is van de NDP antwoordt Jojo Besari: als iemand geen contributie betaalt, is de persoon gewoon sympathisant. Hij heeft Rol Amat Carillo naar voren geschoven als voorzitter van de groep Jojo. Het aantal leden dat hij zou hebben meegenomen is ongeveer 11.000, zegt Jojo Basari, terwijl de totale groep Jojo een achterban heeft van 40.000. Dat zijn onder meer ontevreden leden van de Perche Luhur PL en van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging HVB. Bronki Diari. Brunswijk zei voorafgaande aan de ondertekening van het samenwerkingsdocument dat vaak wordt gezegd dat Abop een ethische partij is. Maar de bedoeling is niet alleen om de verkiezingen te winnen, maar ook om de bronkie van de partij te laten zien. Bovendien hanteert de partij geen friends en family beleid Hij is ervan overtuigd dat met het binnenhalen van de Hindostaan, Nieuw-Suriname en de Javanen, de partij nog sterker naar buiten zal komen. Efu tu Anu de kan haar a boto Efu A Sula, maar Efu Wawan den A Moro Hebi. Met twee handen kan de boot over de Sula heen vertrokken worden, maar als je alleen bent, gaat dat moeilijk. NS-voorzitter John Nasebdar onderschrijft wat Brunswijk heeft gezegd over Bromki Diari. Toen Nasebdar gevraagd werd of hij de NDP niet als Bromki Diari ziet antwoordde hij Ik zeg niet dat er geen Bromki Diari is bij de NDP is, maar na de verkiezing van de voorzitter is niet meer met ons gesproken terwijl de afspraak was dat er binnen een week weer een gesprek zou zijn. Motiveert hij zijn antwoord. Wij van PDO zijn bereid om met wie dan ook samen te werken. De samenwerking met ABOP is niet nieuw. Wij hebben dat in a zeven verbandjaren verleden al gedaan. Wij gaan ervoor. Ik heb vertrouwen in deze formatie. Wij zullen werken aan nationale eenheid. Geen Dionpo Dionpo. Brunswijk antwoordt ontkennend op de vraag of hij niet vreest dat hem hetzelfde zal overkomen als met de NDP, dat de partijen trouw beloven en zich er uiteindelijk niet aan houden. KTP Nieuwe Stijl, PDO, NNS werkte tot voor kort nog samen met de NDP. Het gaat niet om Dionpo hier en Dionpo daar, maar er is niet aan de verwachtingen van de partijen voldaan. Met meneer Woldineen van PDO heb ik jaren verleden al samengewerkt en ik weet dat ik op hem mag rekenen, maar de anderen moet je zelf vragen wat de reden is dat ze zijn weffen van, zegt Brunswijk. Als er een Koran hier was, zou ik mijn hand erop zetten, antwoordde Nasib daar hierna. Maar op de vraag of hij bij de NDP ook niet eerder trouw had beloofd stelde hij, dat was het ook. Maar als er nog zeven maanden zijn naar de verkiezingen en je hoort niets, wat moet je doen? De partijen die zich hebben toegevoegd bij de ABOEP hebben zaterdag ook podium gehad bij de massameeting in het André Camperveenstadion. Het derde stuk staat in Dagblad, de waardetijd tijd van 28 september 2024 en heeft als kop de stijging daalt. Dit stuk wordt toegeschreven aan Sardaganga. Ganga. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Dat was de kop van een bericht dat ik schreef ten tijde van de watersnoodramp in het binnenland in 2006. Operatie Valle was de noodhulpoperatie, en het was de eerste en enige keer dat ik zo dichtbij zoiets ben geweest. De stijging daalt, dat was het bericht dat via de radio werd doorgeveven vanuit een van de posten in de overstroomde gebieden. Het water bleef stijgen, maar minder hard dan daarvoor. Ik vond het een geweldige uitspraak. Nu lees ik dat de inflatie daalt. Dat is precies hetzelfde als toen met het waterpeil in de Suriname rivier. De stijging van de prijzen gaat minder hard dan voorheen. Maar het belangrijkste is, de prijzen blijven stijven. Vergeleken met juli betaalden we in augustus 0,3% meer voor het pakket goederen waarop het Algemeen Bureau voor de Statistiek zijn berekeningen baseert. Ververleken we vorig jaar augustus met augustus dit jaar, dan betalen we nu ruim 11% meer voor dat pakket. Maar vergeleken we juli vorig jaar met de prijzen van juli dit jaar, dan betaalden we vorig jaar 13% meer. Politieke zombies zijn de heren die elke vijf jaar tot leven komen, zich aansluiten bij wie ze wil hebben, en als ze nergens op hun stoel terechtkomen, gaan ze gewoon weer slapen tot vijf jaar later. Dit jaar kon je dus met dezelfde hoeveelheid geld ruim 11% minder kopen dan in augustus vorig jaar. Bij een salaris van SRD 6000 vertaalt dat zich in drie kippen minder, elke dag vier puntbroden minder, of het busgeld van één schoolgaand kind, hoe je het ook draait of keert, we betalen meer. Ook al is de wisselkoers gedaald en voltrekt zich een economisch wonder dankzij de regering, een wonder dat overigens alleen de regering ziet, zoals we intussen gewend zijn van zoveel regeringen. Zij zien altijd mooie dingen die wij niet zien. Maar wacht even, schreef ik hierboven is de koers gedaald? Schreef ik economisch wonder? Want tussen het neerpennen van mijn beginzin op woensdagochtend en deze alinea op donderdagmiddag gebeurde dat wat niemand had verwacht. En met niemand bedoel ik de regering en haar verlovigen. De koers is weer aan het stijven. En niet met een paar centen, maar met meer dan een SRD in een paar dagen. Er is geen enkele reden voor de stijging, zegt de minister van Financiën en Planning. Want ook nu veld, koerstijgingen hebben geen enkele oorzaak volgens regeerders. Koerstalingen zijn altijd het gevolg van de noeste arbeid, hun briljant beleid, hun economisch-financieel inzicht. Eén gulden steeg de koers, zeg maar rond de 5%, vergeleken met de koers van twee dagen verleden. En gewoon te getrouw vlogen de prijzen in onder andere bouwmaterialenzaken zaken meteen omhoog. Volgens de feinte de winkelier was hij vernoodzaakt de prijzen meteen met 20% te verhogen. Want ja, die douanekoers, hè? En zo beginnen we aan onze volgende cyclus van ellende. Het is net een natuurwet. Weet je wat ook een natuurwet is, zo betrouwbaar als app en vloed? De opwekking van politieke zombies naarmate de verkiezingen naderen. Vijf jaar lang hoor je niets van ze, en plots zijn ze daar in onze kranten. Onze hersencellen beschadigend. Neen, nasibdar, Wangsa Besari. ik wil bijna zeven sapoen. Maar die heeft toch nog bij elke moeder, vader, kinderdag, elke vagwa, iet, marondag, aufeu, u kent het rijtje. Het een en ander laten verschijnen in een krant. Politieke zombies zijn die heren. Allemaal heren hè, die elke vijf jaar tot leven komen, zich aansluiten bij wie ze wil hebben. En als ze nervus op een stoel terechtkomen, gaan ze gewoon weer slapen tot vijf jaar later. Meneer Brunswijk ontvangt ze met open armen. Ze hebben een toegevoegde waarde, zegt hij. Met dit nieuwe kiestelsel telt elke stem. Dus als ze samen 2000 stemmen bij hem binnenbrengen, kan dat zomaar het setje zijn voor een extra zetel. Waarmee meneer Brunswijk nogmaals duidelijk maakte voor de mensen die het nog steeds niet begrijpen: het gaat hem echt niet om de inhoud, het gaat om de stemmen, om het beklimmen van zijn troon. Let the Games begin. GANGA slash Sharda Ganka. Het vierde en laatste stuk dat ik voor nu ga voorlezen staat in Dagblad, de West van 29 september 2024, in het rubriekkeerpunt en heeft als koop vakbonden zoet gehouden met vaafheden. Dit stuk wordt toegeschreven aan RB. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Toen in 2016 met Santokki, Somohardio en Rusland in de stoet geprotesteerd werd, was het vanwege IMF en stroomtarieven. Verhogingen zouden het volk te hard raken en de EBS moest maar eerst gezond gemaakt worden als bedrijf. Vanaf het begin van het IMF-programma zijn de tariefverhogingen van nutsvoorzieningen en het terugbrengen van zowel het aantal landsdienaren als de totale loonkosten voorwaarden geweest voor de balansstoon die Suriname zou ontvangen. De cijfers die het deskundige team van Suriname aanlevert en het verleizende team van IMF zijn exact en gedetailleerd. De regering heeft altijd geweten. Hoe hard de bezuinigingen de achterban van Rafax Surplus zouden raken. Als oppositie al wisten de huidige beleidsmakers hoe hard deze bezuinigingen de landsdienaren zouden raken. Toen hebben ze zowel IMF als Appenheimer met hand en tand bestookt en verwaarschuwd. En vandaag zitten ze met hen aan tafel en heeft men zijn strenge eisen losgelaten. Nutsbedrijven die verzond moesten worden, voordat subsidie werd afgebouwd of cijfers omhoog gingen, vernieuwing van het wagenpark voor directies. Die niet eens jaarcijfers van het begin van de regeertermijn kunnen opleveren. Complimenten vanuit de RAFAC-Surplus voor de eerste fase van actievoering. Mobilisatie, communicatie en ordebewaking waren kwalitatief. Ook in de onderhandelingsfase heeft men in eerste instantie het lot niet uit handen verveven. Maar de bekendmaking over overeenstemming met de president geeft aan dat het wekenlang strijden voor niets is geweest. Het resultaat via bekendmakingen door de president door CDS of gezamenlijk rapporteren, is een strategische misstap. Controle over de boodschap wordt uit handen verveven... en de propagandamachine van de revering, gefinancierd door de staatskas... zal een eigen plaatje schetsen wat Ravaxer Plus maanden zal kosten om te wijzigen. De inhoud van het bereikte akkoord is vaag en in het nadeel van Ravaxer Plus. Randvoorwaarden in plaats van een concrete verlaving... zal opgerekt, vertraagd en uitgebuit worden door de revering die alle informatie al jaren op tafel heeft en al jaren kant en klaar bij het IMF aflevert. Het maandelijkse overleg wordt gebracht als een coöperatieve evaluatie, maar verplicht de president nervens toe. Integendeel is een mechanisme gecreëerd om het vakwezen achter te houden, mochten zij wel ontevreden blijken. De regering zal namelijk verwijzen naar dat maandelijkse overleg, zoals naar eerdere besprekingen en naar het zogenaamde nationaal dialoog als een forum voor oplossingen, zowel bij het proberen op te heffen van stakingen, als bij het publiek imago. Tot slot is actie voerde een dieselmotor. Door die nu te laten afslaan, garandeert de president dat voordat mobilisatie weer een niveau bereikt dat Ravaxer Plus in staat stelt eisen te stellen, het momentum al onklaar vermaakt is. Kortom, het vakwezen is zoet gehouden met vaafheden, de landsdienaren zijn in onzekerheid achtergelaten en Santoki kan in rust een campagne voortzetten die hem in staat zal stellen op dezelfde voet verder te reveren. RB dat waren dus enkele stukken uit de Surinaamse media, dagbladen. Uw mening over deze stukken kunt u onderaan de video plaatsen conform de richtlijnen.